Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 24 januari. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Tijgertje is weer eens onrustig, dus als je gemiauw hoort, dan is het tijgertje. Kom maar, tijger. Ik heb gisteravond gewoon een goede tijger gekeken en daarna weer naar Married at First Sight. Dan moet je ergens van lachen, want... Een pasgetrouwd stel die mocht dus al op huwelijksreis en die vrouw die hoopte dus heel erg dat ze naar een warme bestemming mocht. Want ze had dus ook helemaal niet zulke warme kleding ingepakt. En dan gingen ze naar Lapland. Ja, dat was een beetje koud. Ze was er ook echt totaal niet blij mee. Maar ja, goed, dan denk ik ook, ja, je krijgt het. Kijk, ik ben zelf helemaal niet van het reizen of zo. Maar ja, als je dat heel leuk vindt en je verwacht eigenlijk bijvoorbeeld al van ik ga naar een warme plek. Ja, en dat gebeurt niet, dan kan dat tegenvallen. Maar ja, goed. En één zo'n man, die ging er dus nu trouwen en hij is heel filosofisch. De meesten willen weten, ja, hoe heet de bruid? En hij zei, ja, ik wil graag weten wat haar achtergrond is. Ik dacht, ik vind dit zo filosofisch. Nou ja, goed. Op zich was het wel leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik de vlog in elkaar afgemaakt eigenlijk. En daarna ben ik... nog even mijn foto's gaan bewerken. Ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Ik ben er al wel bijna doorheen. Dus dat schiet al wel op. En ik had ook de laatste aflevering van CSI. En hier baalde ik heel erg van. Want het was echt zo'n einde waarvan je dacht... Chips, nu wil ik weten hoe dit afloopt. Maar ja, ik moet dus gewoon wachten. Dus dat was een beetje jammer. Daarna ben ik naar bed gegaan en heb ik lekker mijn boek gelezen. Dus dat was ook wel prima. Ik ga hier zo eventjes aan de gang. Ik ga de woonkamer doen. En ik heb eventjes de vriezer en de koelkast even geschuurd. Want ja, de vriezer zaten heel veel van die zwarte veeg op. En die heb ik helemaal geschuurd. Dus dat ga ik jullie laten zien. Want dat heb ik helemaal gedaan. Ik ben wel blij met het resultaat. Het kan nog beter. Er zit echt niet alles is eruit. Maar nou ja, goed. Ik heb in ieder geval alweer een heel groot weg. En als ik het nu bijhoud, misschien krijg ik alle zwarte vlekken er dan nog een keertje af. Dus daar ga ik jullie naar laten kijken. Dus nou ja, dat is voor nu de planning. Nou, de vriezer heeft dus een schuurbeurt gehad. Er zijn veel vlekken afgegaan, maar ook wel vlekken die je er echt niet afkrijgt. Er zitten best wel wat zwarte beschadigingen op. Die zie je voornamelijk ook hier. En daar ben ik echt wel goed op het poetsen geweest, maar ik krijg ze niet echt weg. Misschien dat ik nog een keer iets anders weet wat ik ervoor kan gebruiken. Ik heb ook gelijk de koelkast even gedaan, dus die is ook gelijk weer even gescheurd. Maar nou, het ziet er al wel ietsjes beter uit dan dat het was. Zo, ik heb de boel weer klaar. De katjes zijn de laatste brokjes aan het opeten. Ik heb een was aangezet, die draait nog. Dus ik hoop dat die straks klaar is, dan kan ik die nog even verwerken. Ik heb het fotolijstje opgehangen van mijn nichtjes en mij. Die laat ik uiteraard niet zien, want ze mogen niet in beeld. Maar ik heb jullie wel laten zien waar ik de spijker heb opgehangen. Maar hij hangt heel mooi zo, dus dat is allemaal prima. Ja... Het was eigenlijk allemaal wel lekker. Ik heb mijn kleed weer even gedaan. Heb ik weer eventjes wasmiddel opgestrooid en die weer eventjes lekker ingezogen. Ik vind dat altijd heel lekker ruiken. Dan kom je zo heel lekker ruikend binnen. Ik vind dat gewoon eens in de zoveel tijd doe ik dat. Dat vind ik wel lekker om te doen. Dus nou, nu ga ik zo meteen eventjes lekker relaxen. Ik
hoop dat de was bijna dus klaar is, maar het zal altijd even afwachten. Ik heb zeg maar geen wasmachine waarop staat hoe lang een was nog duurt. De droger heeft het wel. Zou mijn wasmachine ooit kapot gaan, zou ik dat wel heel graag willen. Dat het ook met een tijdvermelding is. Dat vind ik toch wel prettig. Maar goed, deze heeft het niet. En nou ja, dat zien we dan wel weer. Dus het is altijd even afwachten. Vanavond is het gewoon de tijd voor goede tijden. En daarna heb je gewoon weer Married at First Sight. Ik ga nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. En dan ga ik eventjes de vlog inplannen, want die is verder af. En dan kan ik de thumbnail maken. En dan ga ik verder met mijn Netflix-serie. Ik weet dus niet wat ik op Videoland wil gaan kijken. Ik moet even kijken of er nog iets op staat wat ik leuk vind. Ik vind het echt super jammer dat CSI nu afgelopen is. Maar er staan vast nog genoeg andere dingen op die ook leuk zijn. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik zit echt zo'n leuk boek te lezen. En ik heb elke keer moeite om hem weg te leggen. Maar dan denk ik van, nou ja, nu toch maar wegleggen. Dus dat is verder prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga ook eventjes de camera opladen. Die is bijna leeg en dan verder ga ik toch niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 25 januari. Ik ben klaargemaakt. Vandaag is boodschappendag. Dus ja, ik moet straks weer de deur uit. Ik heb mijn kattenshirt aan. Die had ik bij de Bon Prix gekocht. Ik vind hem echt leuk. En ik dacht, nou, die kan ik nu wel eens een keertje aantrekken. Ik moet wel even mijn broek afrollen. Die is helemaal onder de haren. Dat is altijd een nadeel met zwart. Het ziet er ook echt niet uit. Dan kun je eigenlijk echt de deur niet uit. Die moet eventjes goed afgerold worden. Ik heb gisteravond weer gekeken naar Goede Tijden en naar Married at First Sight. Ja. Er zijn best wel veel mensen die vooruitkijken, merk ik in de reacties. En ja, dat is best wel op zich. Wil ik die reacties dan ook niet zien? Want ja, ik wil dat nog helemaal niet weten. Maar ja, dan soms lees je het per ongeluk en dan zie je toch wel dat mensen zeggen van, oh, jeuk aan mijn neus. Ja, dat hun al dingen hebben gezien die je dan zelf gewoon nog niet hebt gezien, omdat je gewoon nog niet zo ver bent. Dus dat is altijd wel jammer, maar goed, daar doe je ook niet zo heel veel aan. Ik ben op zich benieuwd, we gaan het gewoon meemaken. Ik heb nog even mijn natriumspel gedaan, toen hebben we gelijk nog wel even bijgekletst. Ook even wat dingen over het weekend besproken. En nou ja, was allemaal prima. Ook eventjes wat dingetjes die zij had om te vertellen. Dus ja, dat was eigenlijk allemaal wel gezellig. We gingen niet heel lekker, maar het maakt op zich niet uit. We hadden er wel weer plezier in. Ik heb mijn blogpost geschreven. En ik heb mijn vlog ingepland en thumbnail gemaakt. Zat allemaal online. Het was eventjes weer niet goed gegaan met opslaan. Ik had hem opgeslagen, maar ik had hem per ongeluk op hoog. Hij automatisch zette hij hem op hoog. En dat moet je dus niet doen, want dan is die vlog gelijk 9 gig. Ja, dan pakt hij gewoon niet met upload. Dus ik moet hem op gewoon normaal zetten. Dan is hij gewoon dan wordt hij 5 à 6 gig. En dan kan ik hem gewoon uploaden. Daarom gaat het soms nog wel eens fout. Maar nu, ik moet daar gewoon even beter op letten. Toen heb ik de Netflix-serie gekeken. Vanavond de allerlaatste aflevering daarvan. Ik ben wel heel benieuwd nu naar de ontknoping. Want dan werd het weer heel spannend en is het natuurlijk afgelopen. Ja, dat is natuurlijk ook wel het beste aan een serie. En toen ben ik met Juliette begonnen. Dat was op Videoland. Was een nieuwe Vlaamse serie. Althans, ik weet niet hoe nieuw die is. Maar hij stond in ieder geval op Videoland. En was ook een politie-serie. En ja, ik zat er wel gelijk lekker in. Ik vond hem wel heel mooi. Dus ja, leuk dat er weer een keer iets Vlaams geüpload was. Ik ben zelf heel dol op Vlaamse series. Maar eigenlijk alles wat op Videoland staat, ken ik ook al. Heb ik allemaal al eens bekeken. Dus ik vind het wel leuk als ze dan weer eens in dezelfde tijd iets nieuws uploaden. Dus nou ja, dat was prima. Nou, toen ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Toen ben ik ook wel gaan slapen. Maar ik slaap al een poosje niet zo goed. Gisteren was het echt verschrikkelijk. Toen werd ik om 6:10 ochtends werd ik wakker. Badend in het zweet van een nachtmerrie. Toen ben ik even naar het toilet gegaan. Toen ben ik uiteindelijk weer in slaap gevallen. 8:00 werd ik weer wakker. Weer van de nachtmerrie. Weer helemaal bezweet. Weer naar de wc gegaan. Toen ben ik uiteindelijk toch nog wel weer even in slaap gevallen. Maar ik had het vandaag weer. Alleen nu had ik het 1 keer, maar toen was het weer heel vroeg. Dus dat was allemaal niet zo heel prettig. Maar goed, ik hoop dat het gewoon beter gaat. Ik heb nog een pakketje binnen. Die zal ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik eventjes wat dingetjes nog doen. En dan neem ik jullie nog wel weer even mee als ik de deur uit ga. Pakketje van Hema. Er zit ook iets in wat breekbaar is. Ze hadden wat dingetjes in de sale die had ik besteld. Ik ga het jullie eventjes laten zien. Kijk
heb hier allereerst, en ik zal hem even losmaken, heel schattig. Deze was nog €3,50 of zo. Ja, ze hebben hem heel goed ingepakt. Ik moet even de schaar hebben, want anders krijg ik het niet open. Wel fijn hoor, dat ze het zo goed hebben ingepakt. Kijk, dit hele schattige kopje met schoteltje van een kat. Hoe leuk is die? Zoals ik al zei, was nog €3,50. Dan kun je dus ook gewoon lekker je koffie uitdrinken of je thee. Hij is wel iets kleiner dan ik had verwacht, maar ik vind hem evengoed wel super schattig. Dus dat is die. Nou, leuk om weg te zetten. Ik heb ook kopjes met schoteltjes. Als ik met mijn verjaardag of zo, dan heb ik heb zeg maar zo'n roze set met kopjes en schoteltjes. Dat serveer ik altijd dan. Dan heb ik nog deze hele leuke shopper gekocht in de sale. Hij kan ook dicht. Hoe lekker. Kijk, hij zit gewoon met een drukknoop dicht. En hij heeft dus gewoon ook een lang hengsel. Maar je kunt hem ook gewoon met kort hengsel dragen. Deze was nu nog €3,50. Normaal gesproken kostte die €5 volgens mij. Maar ik vond die kat gewoon heel leuk erop. En ik vind het wel heel erg lekker dat hij gewoon zo dicht kan. Dit zijn gewoon van die handigere tassen die je dus mee kunt nemen. Nou, er zit zelfs nog een ritsje in de binnenkant. Jongens, kijk nou. Hoe grappig. Ze hebben het trouwens ook in een hondenvariant. Als je meer bent van een hond of zo. Dat is ook heel leuk. En even kijken. Ik heb deze foundation gekocht. Die was €1. En die is van BAE. En het is gewoon een kleintje. Ik heb de lichtste kleur. Maar die ging er dus uit. En ik dacht, nou, voor €1 wil ik die best wel hebben. Dus ik dacht, nou, hoe leuk is die? Dus dat had ik eventjes gekocht. Ik zal het eventjes netjes opruimen. Dat kopje en schoteltje kan ik dan gelijk afwassen. Dan kan ik wel lekker een koffertje uitnemen. Dus superleuk allemaal. Dat wilde ik jullie even laten zien. Oké, ik heb van de boodschappen. Ik heb gekocht weer toetjes. Dan heb ik deze moisturizing cream gekocht. Die wil ik gewoon extra gaan gebruiken bij mijn gezichtsverzorging. Want ik heb echt last van een droge huid. Dan vond ik de karamelsnoepjes die ik de vorige keer eigenlijk zocht. Dan heb ik hier de aardappelschijfjes. Een chocomel. Dit leuke shirtje. Nog. Dan kwam ik dit vergiet tegen. En die kun je dus uitschuiven. Ik zag dat Natrie zo'n vergiet had. En het zag er echt heel handig uit. Maar die had hem bij de Action vandaan. Die kun je hem zo op je aanrecht. En dan kun je makkelijker afgieten. Dus dat vond ik echt super handig. Dus die tip kwam bij haar vandaan. Alleen zij had hem dus bij de Action gekocht. Ik heb Dettol gekocht. Spekjes en patatjes. Ik heb ook weer katsprit gekocht. Voor mijn moeder heb ik deze gekocht. Die was nu €3 bij de plus. Die wilde zij graag hebben. Dan heb ik slavinken gekocht. Katvoer. Opschuimmelk. Ja,
ik moest punten inleveren bij de HEMA, maar ze hadden echt helemaal niks meer. Dus ik heb maar een shopper gedaan. En ik heb nog een eilaar die er onderin zitten. Speklappen voor maandag. Dan heb ik voor straks lekker bitterballetjes. Daar had ik zin in. Dan heb ik hier boontjes. Ik heb ook nog een eyeliner, die moet hier onderin zitten. Bij Zeeman kwam ik nog dit leuke versje tegen. Die was nu 5 euro. Dus die heb ik gekocht. Dit leuke jurkje, die was ook 5 euro. Dus die heb ik ook gekocht. Even kijken. Oh ja, en deze. Is ook een soort, die kun je zo gewoon om je nek en dan zit het net wat hoger. Ook wel lekker als je niet altijd een sjaal wil dragen, maar toch een beetje warm bent. Ik heb nog haricot verts. Ja, en dan moet je ergens die eyeliner in zitten. Ja, ze noemen het eyeliner, maar volgens mij is het gewoon eigenlijk een oogpotlood. Maar goed, ja, de punten moesten op. En ik heb even citroenzuur meegenomen, die van mij was op. Dit waren de boodschappen. Ik ga dit eventjes opruimen, dan ga ik lekker even douchen en dan ga ik het eten. Maken. Vanavond ga ik gewoon lekker goede tijden kijken. En doet hij het of doet hij het niet. Ik denk nog even een spelletje doen. En dan ga ik lekker ja, even op de bank. Eventjes mijn foto's bewerken. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En daarna weer Juliette op Videoland. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat wordt ook de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 26 januari. Ik ben klaargemaakt en ik heb de bankhoezen gewassen. Ik heb die bankhoesen er zo'n 3,5 jaar geleden ongeveer omheen gedaan. Bevalt mij wel echt heel erg goed. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn, in die 3,5 jaar tijd is er ook echt wel eens een keertje een kat die er overheen heeft gespuugd. En dat kon ik dan allemaal heel goed schoonmaken. Daar zag je dan niks meer van. Maar ja, het tijgertje is nog wel eens krols. Laatste keer gaat ze overal kleine plasjes doen, want deze net op het kleedje op de bank lag. Ja, die geur die zat toch in die hoes. Ik heb daar echt een hele goede spray voor. Die kan ik wel eens even laten zien. Ik heb hem al wel vaker laten zien. Dat is deze spray. Dat is de UF 2000 Pets. Die wordt ook aangeraden door Martin Gaus. Als je dit op je bank spuit, als een kat daarop heeft geplast, je ruikt niks meer. Want hij breekt dus die spullen af die in kattenurine zit. En ook waarschijnlijk wel in hondenurine. Maar het gevoel was gewoon toch, ik vond het allemaal niet zo fris. En ik zat het eigenlijk een beetje uit te stellen van ja, waar zal ik hem dan gaan wassen? Want ja, ik wil het eigenlijk wel graag doen, maar ik zie er een beetje tegenop, want het moet eraf, het moet er weer helemaal op. En toen dacht ik gisteravond, nee, ik ga het eraf halen, ik ga het lekker wassen. En dat heb ik ook al klaar, die was die heb ik ingesteld dat die vannacht ging wassen. Dus die kan die kleden kunnen, of die hoezen kunnen er zometeen gewoon alweer terug omheen. Moet ik alleen wel eventjes nog een beetje het huis verbouwen, dat ik er goed bij kan. Dan wil ik gelijk ook even goed onder de bank stofzuigen en dweilen. En dan ga ik even nog het kleed mee wassen en de overige kussentjes. Dan is alles weer lekker fris. Dus daar ben ik wel blij mee. Gisteravond heb ik gewoon gekeken naar goede tijden en daarna naar doet hij het of doet hij het niet. Was wel weer heel erg leuk eigenlijk. Ik vind het eigenlijk best wel leuk om naar te kijken. Nou, dan heb ik nog even een spelletje gedaan en mijn foto's bewerkt. Maar ik moet nog even twee nieuwe maken, want die waren niet duidelijk genoeg. Toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. Echt een super spannend einde. Ook weer zo'n einde die ik niet zag aankomen. Ik had niet verwacht wie de dader zou zijn. Dus het was wel heel spectaculair. Toen heb ik nog weer even Juliette gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik heb ook die crème uitgeprobeerd. Die van de Lidl. Die had ik natuurlijk gisteren gekocht. Die zal ik ook nog eventjes pakken. Ik heb hem niet zo heel goed laten zien gisteren. Oh, de muis gaat ook mee. Nou ja, die komt zo wel. Dat is die Sensitive Moisturizing Cream. Die belooft dus 24 uur hydratatie, omdat ik een hele droge huid heb. Je hebt twee varianten. En deze is dus voor de droge en huid ook. Voor droge en gevoelige huid. En hier zit hyaluronic acid en almondolie in. Het is gewoon zo'n klein tubetje. Ik heb hem gisteren aangebracht. Je kan kiezen.
één keer per dag aanbrengen. Of je doet het zeg maar gewoon 's ochtends als je opgestaan bent en je gezicht hebt gereinigd. Of 's avonds. Ik vind het dan 's avonds lekker, want dan kan ik er zeg maar, omdat ik dan geen make-up draag. Je kunt hem ook als make-up basis gebruiken, trouwens staat erop. Maar het ruikt echt heerlijk en het ruikt zo lekker. Het trekt heel erg lekker erin. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Dus ik hoop dat ze hem houden. Want dit is wel eentje die ik echt ga toevoegen aan mijn skincare routine. Goed, ik ga nu eventjes goed stofzuigen. Dan ga ik de kamer verbouwen en dan ga ik de boeken maar eens even. Ga ik weer eventjes de kleden, de hoezen eromheen doen. Dus ik ga jullie gewoon even meenemen. Zo, de hoes zit er weer omheen. Hij kwam eigenlijk al vrij droog uit de wasmachine. Dus alleen nu de kussentjes er nog bij natuurlijk. Maar die zijn nog niet helemaal klaar. Maar in ieder geval, hij is weer helemaal heerlijk schoon. Dus dat is wel echt een pluspunt. Zo. In alle eerlijkheid, dit was toch wel weer een bloed, zweet en tranen moment. Ik dacht echt zo van, oh, ik ga dat allemaal wel eventjes redden. Maar het viel toch best wel een beetje tegen. Ik had hem eerst niet goed. Nou, toen uiteindelijk had ik hem eromheen. Dan moet je die touw aan de onderkant vastknopen. Dan moet je die bank weer terug in elkaar klikken. Ja, het viel toch wel weer eventjes tegen. Maar het is uiteindelijk wel weer gelukt. Daar ben ik blij mee. Even goed gestofzogen eronder en goed gedweld. Gelijk het kleed aan de kant gehad. Daaronder gedweld en stofgezogen. Dus dat is op zich wel lekker. Maar ik ben wel blij dat ik er nu wel weer even van af ben. Maar hij is ook eigenlijk al hartstikke droog. Want hij kwam, wat ik al zei, heel droog uit de wasmachine. Dus hij is eigenlijk al best wel droog. Het ziet er natuurlijk straks wel weer leuker uit als alle kussentjes er te zijn. Maar die was dus net klaar, dus die moet ik zo eventjes nog uithangen. Maar uiteindelijk ben ik toch wel weer tevreden hoe die er nu op ligt. En kan ik er wel weer blij van worden. Ik had het wel echt dus bloedheet op een gegeven moment en gewoon heel erg dorst. Dus nou ja, goed. Het is voor nu in ieder geval weer gelukt. Ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik heb ook al kleding voor morgen klaargelegd. Want morgen ben ik weer een dagje weg om te helpen met verhuizen en dat soort dingen. Dus goed. Dat gaan we dus morgen doen. Dus ik ga vanavond ga ik in ieder geval eventjes kijken naar het jaar van. Jaar 2000 vind ik super leuk. Dan ga ik daarna nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de video in elkaar zetten. Ik moet nog even die nieuwe foto's maken voor die blogpost. Misschien dat ik dat zo eerst eventjes doe, want nu is het nog licht. Dan ga ik daarna
Misschien nog een Netflix-serie zoeken, moet ik even kijken. Sowieso wel even Sleepers kijken en dan ga ik lezen en dan ga ik ook lekker slapen. Want morgen gaat het op tijd de wekker. Dus dat is in ieder geval de planning voor morgen. Ik zal in ieder geval het kaartje even legen, zodat ik jullie dan ook een beetje mee kan nemen. Maar nu ga ik in ieder geval eerst even in de relax-modus. Ik heb ook een beetje last van mijn rug, maar dat is op zich niet heel gek. Want ja, ik heb best wel lopen slepen met de banken en alle meubels en zo. Dus nou ja, goed. Bij deze ga ik in ieder geval dan zeggen tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 27 januari. Ik ga me zo even snel klaarmaken. Want ik word straks opgehaald om weg te gaan. Ik had gisteren al een beetje verteld. Ik ga helpen bij een verhuizing. Natalie houdt mij op. Dus ja, het is echt vroeg. Het is nog donker buiten. Nou ja, dat ben ik me wel niet gewend. Ik ben ook niet zo vroeg opstaan persoon. Voor andere mensen is dat misschien natuurlijk heel gewoon dat ze werk of school hebben. Ja, of je hebt kinderen waar je vroeg voor uit bed moet. Maar ja, voor mij is het niet zo gewoon. Ik heb gisteravond gekeken naar het jaar van 2000. Ik had er ook wel iets meer van verwacht. Mijn moeder ook wat. Ze had een klein beetje tegen. En ik was het eigenlijk al met haar eens. Ja, wat best wel uitgebreid besproken werd, dat was de vuurwerkramp in Enschede. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk onderwerp om te bespreken. Maar ja, we hadden ook die in Volendam in dat jaar. Dus ja, dan heb je al best wel veel van dat soort dingen, zeg maar. Maar ja, goed. Nou, nog even een spel gedaan. Toen heb ik de video geüpload en een thumbnail gemaakt. En even mijn blogpost geschreven. Ben ik met een nieuwe serie gestart. Paranoid heet die. Ook weer zo'n miniserie. Ja, het was een hoge matchscore met mij. Het is ook het is denk ik Brits, want ze rijden aan de andere kant. Ze rijden ook rechts. En dat herken ik nog van Fool Me Once en dat was ook Brits. Dus ja, op zich ja, was het wel goed. En daarna Sleepers. En dat was nu ook echt super spannend. Ik moet wel zeggen, ik vond dat dit seizoen wat moeilijker op gang kwam. Er zitten wel meer afleveringen in als het vorige seizoen. Maar het kwam voor mijn gevoel een beetje ja, moeilijk op gang. Maar ja, nu was het super spannend en nu was het ook zo afgelopen. Ik heb nog wel even mijn boek gelezen. Toen dacht ik ook, nou, weet je, nu moet ik ook maar stoppen. Want ik had eigenlijk nog wel zin om door te lezen. Laat ik maar proberen om te gaan slapen. Maar ja, toen moest ik er een aantal keer uit omdat ik naar de wc moest. En ja, dat was allemaal niet zo heel fantastisch, maar goed. Ja, nu ben ik klaar om te gaan. Ik ga jullie wel meenemen vandaag, maar ik weet niet in hoeverre ik kan vloggen. Dus het kan zijn dat er niet zoveel beelden komen. Ja, ik ga het wel zien, ik weet het gewoon niet. Ik ga mezelf even verder klaarmaken en dan ga ik straks de deur uit. Hallo, ik ben met Natalie onderweg met lopen. Hallo, met mijn broodje pindakaas. Met je broodje. We zijn wel dik ingepakt, want het is best wel koud. Ja. Het is 2 graden. Oh. En we hebben net in de auto allemaal muziek geluisterd van Nederlandse bodem. Beste niet zo, van NL. Niet zo mijn ding, zeg maar. Nee, maar jij hebt geen smaak. Nou, nee. Ik heb wel smaak. Nou, ik hou niet zo van Nederlandse muziek. Maar jij hebt sowieso een bijzondere. We gaan hierin. Gaan we hierin? Oh, we gaan achterom. Een bijzondere muzieksmaak. Hoezo? Ik vind, maar dat heb ik mijn hele leven al gevonden, dat is niet erg. Want dat vind jij bij mij net zo. Jouw voorkeuren voor muziek vind ik een beetje oudbollig. Oeh, dat zou kunnen. Maar ja, er zit ook een leeftijdsverschilletje in, hè? Wauw, 4 jaar, boehoe. Ja, nou, dat zegt best veel. Kijk, ik kon inderdaad wel oudere muziek nu meer waarderen. Ja. Queen of zo. Ja. Ja, nou precies. Dat slaat dan nergens op. Hoezo niet? Weet je hoe goed die man was? Maar dat is omdat je boven de 30 bent. Dat takel je af. En ik ben nog onder de 30. Ja. Nou ja, jouw tijd komt nog. Over 2 jaar dan takel je dus ook af. Ja, het is ook maar of je er aan toegeeft. Ik doe dat niet. Jij wel. Zo. Jij takelt al af qua muziek. Voor je 30ste. Oh mijn god. Toen je 17 was. Ah! Nee, jij bent al die Nederlandse zooi. Oké, laat even weten in de comments. Wat voor muziek houden jullie van? Houden jullie van Nederlandstalig? Of juist van die ouderwetse muziek?
Het is niet ouderwets. Weet je dat er echt heel veel kinderen ook naar Queen luisteren? Luister, als jij ook nog naar Hotel California luistert... Nee, dan is het echt ouder, nee. Daar luister ik niet naar. Dat vind ik niks. Ik denk dat wij even verder gaan lopen. Want... Ja, we kunnen ook midden op de straat gaan zitten. Maar ik ook niet zoveel mee. Het wordt zo koud. En ik heb eigenlijk wel zin in koffie, maar zij vindt dat we eerst wat moeten doen. Ja. We gaan hier verhuizen. En wat ga je dan doen? We beginnen om 9:00. Nou, maar dan gaan we eerst even een bakje pleuren. Ja, nou, daar heb ik wel zin in eigenlijk. Nou, ik ga jullie laten zien. Misschien zien jullie Nathalie nog later, maar ik krijg nu een lamme arm. Dus. Ik ook. Ja. Proost. Van mijn baker. Tot later. Doei. Ja, en toen was ik ineens weer thuis. Ik wilde jullie vandaag eigenlijk wel meenemen, maar het was eigenlijk gewoon niet te doen. Je bent zo bezig met verhuizen en met van allerlei dingen. Ik loop eventjes naar de keuken, want Mickey... Kom maar, Mickey. Kom maar eventjes hierheen. Kom maar. Kan ik even de deur dicht doen? Ik heb jullie vanochtend met Nathalie nog eventjes laten zien. Kom. Verder eigenlijk niet, niks meer gevlogd. Ja, nog even dat ik met de vrienden van mijn vader eten ben bezig halen. We zaten een beetje te bedenken van, gaan we het bestellen? Of laten we het laten thuis bezorgen? Of ik zeg, het is eigenlijk ook wel zonde van de bezorgkosten. Want je zit nu zo dicht bij de snackbar, we kunnen het zo goed eventjes ophalen. Dat hebben we gedaan, we hebben het gewoon daar besteld en opgehaald. Nou, we hebben lekker gegeten, we waren best wel met een grote groep. Nathalie, Frank... Mijn vader en ik die zijn eigenlijk de hele tijd ritjes gaan doen. Kar volgeladen, spullen wegbrengen, weer eruit halen en weer terug. Dus ja, op zich ging het allemaal toch nog best wel vrij snel. Ja, kijk, en inruimen kun je toch niet echt meer helpen. Omdat je, iedereen... mensen kunnen dan niks meer terugvinden als jij dat gaat doen. Dus, maar nu ben ik ook wel moe. Het is nu 8:58. Dus ik ga nu zo eventjes lekker douchen. Daar ben ik heel erg aan toe. Dan ga ik Ajax kijken, die moet om 9:00, daar heb ik wel zin in. Dus even kijken wat dat voor wedstrijd wordt. Dan ga ik nog wel even de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En nog eventjes serietjes kijken. Weer even dubbel leven, die serie op Netflix. En dan ga ik nog even mijn boek lezen, maar dan denk ik dat ik ook wel snel vertrokken ben. Want ik ben ook echt wel moe. Ik heb met mijn moeder al nog wat dingetjes gehad. En ik ben nog dus eventjes naar het centrum geweest. Ik ben nog even naar de Hema, naar de Zeeman geweest. Dan heb ik nog drie dingetjes gehaald. Maar die laat ik allemaal morgen wel even zien. Want het is nu ook al een beetje donker. Ik heb de verwarming lekker aangedaan. Kartjes hebben eten gehad. Dus ik ga nu ook eventjes lekker douchen. Eventjes alle viezigheid van me af. Dat ik weer helemaal lekker schoon ben. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want nu wordt het niet veel meer. De koude voeten. Ik wil nog eventjes lekker een koffietje nemen. En dan lekker op de bank en niks meer. Bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 28 januari. Ik zit even op de bank. Ik ben best wel moe. Ik heb wel heel goed geslapen, moet ik zeggen. Ik was ook echt immuun van tijd in slaap. Ik was ook echt wel heel erg moe. Maar ik heb nog wel heel even mijn boek gelezen, maar ook niet heel lang, want ik was gewoon echt heel erg moe. Alleen ik ben wakker geworden met onwijze spierpijn. Mijn armen protesteren, mijn benen protesteren. Ik heb echt spierpijn, die spieren waarvan ik bijna niet wist dat ik ze had. Geeft niet, hoort erbij. Maar ik merk wel gewoon dat ik een beetje op ben vandaag. Dat ik niet zo fit ben als dat ik zou willen. Maar dat geeft niet. Uh, oh
Oh ja, er is van nu een belangrijke voetbalwedstrijd bezig. Feyenoord Twente. Die trappen ook straks. Oh, die hebben al afgetrapt. Dus ja. Het is voor Ajax heel belangrijk. Die hebben gisteravond gespeeld. Die hebben gewonnen met 1-4. Mooie wedstrijd. Ik heb er wel van genoten. Eerst baalde ik wel, want de tegenpartij kwam op voorsprong. Maar gelukkig wist Ajax het recht te trekken. Het was een spannende wedstrijd, dus dat was heel fijn. Douchen was ook wel heel lekker gisteravond. Dat je gewoon echt denkt, van, oh heerlijk, je hebt gewoon lekker even de warme straal over je heen. Ondanks dat het nu zonnig is buiten, heb ik het toch koud. Dus ik heb de verwarming wel een tikkeltje aangedaan. Omdat ik gewoon merk dat ik het best wel koud heb. Ik denk dat het voor mijn spieren nu ook wel lekker. Ik heb gisteravond wel de vlog over het grootste gedeelte in elkaar gezet. Dus dat was wel fijn. Ik ben nog even verder gegaan met een artikel van Cartrice met de nieuwe producten. Die hoop ik eigenlijk vanavond nog even af te maken dat die online kan. Ik heb wel weer lekker mijn Netflix-serie gekeken en nog even dubbel leven, dus dat was verder allemaal prima. Ik ga zo eerst maar eens even heel goed stofzuigen, want er liggen overal plukjes haar van de katten. Ja, als je dan een dag niet thuis bent, dan kun je niet zo controleren wat ze doen, zeg maar. En dat is wel heel, heel naar. Ik heb hele droge lippen, dus ik heb net weer eventjes lekker lippenbalsem opgesmeerd, maar die doen ook heel zeer. Dus als het echt zo blijft, moet ik straks weer even wat vaseline erop doen. En ik zal in ieder geval jullie zometeen nog eventjes die spulletjes laten zien die mijn moeder had meegebracht. En die twee drie dingetjes die ik zelf nog had gekocht. En nou, ik ga straks wel gewoon foto's maken, dus ik zal ook de fotospullen even laten zien. Dus dat zal ik eerst eventjes doen allemaal. Oké, ik probeer even op de grond te gaan zitten. Maar zoals ik zei, ik kom niet zo heel makkelijk over het. Van mijn moeder heb ik deze gekregen. Dat is afwasspray. Het is fantastisch met lijmgeur. En mijn moeder zegt het is echt ideaal. Want je spreekt er gewoon wat bij. En dan gaat het gelijk heel erg soppen in combinatie met water. Je krijgt dus een licht schuimend effect. En het is dus heel goed ook voor vette dingen. Mijn moeder zei het is ook heel handig volgens mij voor de airfryer. Maar ik weet niet. Volgens mij heeft mijn moeder het geprobeerd. En uiteindelijk viel dat een beetje tegen. Maar goed. Het is ja, gewoon voor je pannen. Je kunt zelfs je handen ermee wassen voor je glazen en borden. Maar je kunt het zelfs voor je auto gebruiken. Het is echt voor, ja, het is afwasmiddel express. En nou ja, goed, ik ben heel benieuwd. Mijn moeder zei als je het een keertje wil hebben, laat maar weten. Want het komt bij de Vibra vandaan, die heb ik niet. Dus dan heb ik hem gekregen van mijn moeder. Volgens mij was hij 2 euro, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nou, ik ben heel erg fan van de hamsters van Albert Heijn. Dus ze hadden deze nieuw. Toen vroeg ik aan mijn moeder, wil je eventjes gaan kijken? Die heeft hem gevonden. En dit is de sporthamster. Misschien kun je nog van begin januari herinneren dat ze die reclame hadden. Hadden ze dat liedje van Eye of the Tiger naar een hamster omgezet. En dit is ook een mutsje. Die kan niet op. En dit is een sporthamster. Dus ik dacht, dit wordt mijn mascotte met sporten. Die ga ik leuk neerzetten. Maar hij heeft dus gewoon een blauwe hoodie aan. Dus dat is die. Dan heb ik een nieuw dienblad voor op tafel. Ik heb altijd een dienblad staan. En deze is deze. Mijn moeder die heeft die bij de Vibra van mij eventjes gekocht. Hij heeft ook aan de achterkant pootjes. Je had hem in 3 kleuren. Je had hem ook in 3 maten. Ik heb de grootste maat. Die kost 6 euro. En ik vond hem zo leuk, want hij is dus een mooi roze. En ik heb altijd een dienblad op tafel staan. En toen zag ik deze in de folder staan. Toen zei ik tegen mijn moeder, goh, kom jij nog bij de Vibra? Ja, zegt ze. Ik zou je willen kijken of ze hem hadden. En ze hadden er letterlijk nog 2. Dus heel erg blij mee. Die gaat leuk op tafel. Die andere die was al een beetje aan vervanging toe. Ik dacht, het komt dan weer leuk terug in huis. Weet je, dat roze. Ik hou er wel van. Nou, zelf heb ik deze hoodie eventjes gekocht. Van Takkie. Het is een Takkie hoodie. Hoodie zeg ik. Nee, het is geen hoodie. Het is een... hoe noemen ze dit nou? Snuggle. Dit is zo'n snuggle. Weet je, daar kun je lekker in. En dan heeft hij ook een capuchon. Daar kun je dus helemaal lekker warm mee in op de bank. En dat leek me zo heerlijk. 2 weken terug, toen zei Nathalie, we kunnen wel een mooie deal maken. Want toen was het 1 plus 1 gratis. Toen zei ze, als we dan allebei 12,50 euro betalen, kunnen we die wel kopen. Dus ik zei, ja, doe maar. Alleen toen was de actie helaas net afgelopen. Ik heb hem in een SM'tje, dus ik ben er heel erg blij mee. Dus dat is deze. En ik heb deze leuke tappiespons gekocht. Die kost 1,75. Ik vond hem zo schattig. Het is gewoon een spons, maar dan in de vorm van takjes. Ze hebben momenteel hele leuke sponsjes bij de heen. En die ga ik leuk gewoon ophangen in de keuken.
keuken. En ja, ik heb nog even bij de Raymond deze bak gekocht. Ik heb heel veel van deze bak en die vind ik heel fijn. Ik berg daar mijn knutselspullen in op en ze hadden nu nog een groene kleur. En ik was de laatste keer naar op zoek, toen hadden ze hem niet en nu hadden ze hem wel. Dus dat is deze. Dus dat waren even de spulletjes. Nu ga ik eventjes lekker stofzuigen. Ik probeer een beetje in beweging te blijven, want ik merk nu al dat mijn spieren het niet meer redden. Maar goed, dat was dat. Ik ga nu eventjes opruimen en mijn dingetjes doen. Inmiddels heb ik de fotospulletjes gepakt. Ik ga deze twee bronzers, de Soft Glow bronzers van weer de boekcollectie van Catrice doen. Ik ga van deze collectie nog een video maken, want de collectie is nog steeds te koop. Dan heb ik hier de Catrice lipsticks van Rizzo, Frenchie en Sandy van Revolution. En ik ga de Tick & Wow Fixing Brow Mascara gebruiken van Essence. Die ga ik fotograferen en die ga ik proberen. Dus dit zijn de spulletjes, daar ga ik nu eventjes foto's van maken. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb wel gedaan wat ik wilde doen, dus dat is wel lekker. Daar ben ik dan toch wel blij om. Foto's maken is ook wel gelukt. Het was wel eventjes lastig om wat langer nu op de grond te zitten. Omdat ik een beetje zere benen heb, maar dat komt ook wel weer goed. Misschien als ik vanavond weer lekker slaap, dat het er ook wel weer uit is morgen. Katten hebben net lekker eten gehad. Nog even wat stickertjes weggeplukt. Ik las net ook dat de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Twente onbeslist is gebleven door een gemiste penalty. Dus het zal wel 0-0 bleven zijn. Nou, dat is voor Ajax wel weer gunstig. Ik ga nu in ieder geval zometeen even lekker relaxen, want ik ben er echt even aan toe. Ik ben het gewoon helemaal zat. Ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik denk ik even Steenrijkstraat Arm kijken en daarna Alberto Stegeman. Ik wil vanavond sowieso nog even verder met Disney Dreamlight Valley, want daar ging ik op zich nu wel goed mee, dus dat was wel lekker. Nagels ga ik even doen. Ik weet nog niet welke kleur, dus ga ik nog even uitzoeken. Dan ga ik eventjes mijn foto's bewerken. Ik hoop even nog dat artikel van Catrice af te krijgen. Dan ga ik lekker mijn serie kijken op Videoland. En weer verder met Juliette op... mijn serie kijken op Netflix en Juliette op Videoland. Ik kon mij er niet meer uit mijn woorden. En dan ga ik lekker proberen mijn boek uit te lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Want ik moet echt eventjes helemaal niks meer in het huur. Want ik heb er een beetje moeite mee met de vermoeidheid, dus tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 29 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel weer ijskoud, terwijl het buiten niet eens echt super koud is, want het is 11 graden, dus het valt op zich nog wel mee. Maar ik heb het gewoon heel erg koud. Hoort er soms een beetje bij. Ik heb gisteravond een stukje van Steenrijkstraat Arm gekeken. Ik heb het niet helemaal afgezien, want mijn moeder belde nog even gezellig om even te kletsen. Die waren bij mijn oma geweest gistermiddag. Nou, daar even over gehad en zo. Dus dat was wel heel leuk. Daarna ben ik wel Steegman op de Bres gaan kijken. En daar sprongen de tranen echt bij in mijn ogen. Dat was zo zielig. Het ging over een man. Die was eigenlijk altijd gewoon heel gezond. Was getrouwd, had een kindje. Maar die heeft 2 keer over een hartstilstand gehad. En daardoor heeft zijn lichaam blijkbaar zo'n optaten gehad. Dat hij inmiddels eigenlijk gevangen zat in zijn eigen lichaam. Hij kon nog een klein beetje lopen, maar schrijven kon hij bijvoorbeeld niet echt meer. Hij kon zijn uitdrukkingen niet meer uiten. Zijn moeder zei wel, hij krijgt alles mee, maar hij kon niet... hij kan zich niet meer echt uiten hoe hij zich voelt. Nou, dat was super zielig. En toen wilde zijn vrouw van hem scheiden, terwijl hij in een instelling eventjes zat. En toen heeft die ex-vrouw dus op zijn naam allemaal schulden gemaakt. Is ze een huis gaan huren waar zijn handtekening onder stond. Terwijl hij zelf al niet meer kon schrijven, dus dat klopte allemaal niet. En daardoor kwam deze man zo in de problemen. Hij kon bijvoorbeeld geen aanvullende verzekering meer bij zijn zorgverzekering. Want hij had daar zo'n grote achterstand gekregen. Zij trok zijn WIA-uitkering helemaal leeg. Ze eiste ook nog eens €200 alimentatie per maand van die man. Terwijl ze hem ook helemaal in de schulden had geholpen. Dus ze zei al, waarom laat je die alimentatie dan niet zitten? Ja, nee, dat mag niet. En ze was ook gewoon niet meewerkend.
En het was voor die man heel belangrijk dat hij een aanvullende verzekering zou hebben. Want die moest gewoon naar de tandarts. Want door de medicatie werd zijn gebit heel erg aangetast. Dat hoor je heel vaak. Dus het was voor hem heel belangrijk om een tandarts te kunnen bezoeken. Nou ja, goed. Zijn moeder die heeft elke keer die vrouw proberen aan te spreken om tot een oplossing te komen. Maar dat is niet gelukt, want zij moest die schulden gaan betalen. Toen heeft ze dus Alberto ingeschakeld. Toen hebben ze een confrontatie gedaan. Maar dat ging, ja, ik had niet het idee dat het heel erg binnenkwam bij haar. Hun hadden dat wel. Maar voor mijn gevoel, ik dacht echt, nou, er komt weer niks van terecht. Toen heeft ze uiteindelijk die moeder nog weer teruggebeld. Want ik vind het niet netjes hoe jullie me zo hebben aangesproken op straat. Daar was ze ook niet van gediend, daar was ze niet blij mee. En ze wilde een gesprek met de begeleidster en de moeder erbij. En, maar ja, goed, dat gesprek had nooit plaatsgevonden. Toen zijn ze uiteindelijk wel naar de zorgverzekering gegaan. En nu mocht hij gelukkig alles in termijnen betalen. Hebben ze de incassokosten eraf gehaald en kon hij ook een zorgverzekering. Of althans een aanvullende. En dan gaan ze dus als die ex-vriendin, die ex-vrouw zat nu in de schuldsanering. En als dat klaar is, gaan ze die schade bij haar verhalen. Want daar duwde ze ook steeds die kant op dat hij maar in een schuldsanering zou moeten. Ja, nee, zegt die moeder, maar dat gaat hij niet doen. Want hij heeft die schulden niet gemaakt, dan draait hij nog voor alles op. Dus dat was wel heel heftig, maar gewoon zo zielig om te zien hoe er dan misbruik gemaakt wordt van iemand die zo gevangen zit in zijn eigen lichaam. Ik heb mijn foto's bewerkt, toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken op Netflix en daarna eventjes weer Juliette en toen ben ik ook naar bed gegaan. Eén boek uitgelezen, alvast met een nieuw boek begonnen, maar ja, ik merk nog steeds wel dat de vermoeidheid nog niet helemaal weg is. Bij mij duurt het gewoon echt een paar dagen voor ik weer helemaal op en top fit ben, maar dat komt goed. Ik heb nog wel mijn nagels gedaan, ik zal even het nagellakje pakken. Ik moet zo gewoon lekker in beweging gaan, dat helpt ook altijd wel. Ik dacht eigenlijk dat ik hem al meegenomen had, maar dat had ik dus niet gedaan. Wat een beetje dicht in beeld. Het past allemaal soms net niet. Ze zijn rood en dit is een spicy dub lakje. Het is een hele oude Trent editie van Essence. In de kleur... Ja joh, laat hem vallen. Helemaal goed. Hot Like Chili 02. En deze heeft een geur. En ondanks dat hij oud is, ruikt die geur nog steeds. Je ruikt hem nog steeds echt heel erg lekker. Ik heb de kwasten voor jullie gewassen. Ik heb de kwasten gewassen. Ga ik jullie eventjes laten zien. Dan ga ik hier eventjes de boel doen. Want alles is weer aan de beurt. En het is weer een beetje de week van de wat grotere schoonmaak. Moet ook een was aangezet worden. Dus dat ga ik lekker doen. En dan neem ik jullie. Doe ik eventjes die beelden laten zien van het kwasten wassen. Want ik vind het op maandag vaak een beetje lastig om echt dingen te laten zien. Omdat er best wel veel... schoonmaakdingen en zo zijn. En het is soms ook wel leuk voor jullie, maar soms is het voor mij een beetje lastig om dat allemaal vast te leggen. Maar goed, ik ga nu aan de gang. Ik ben weer klaar. Het kostte me heel veel moeite vandaag. Ik was niet echt vooruit te branden, maar het is uiteindelijk allemaal gelukt. Ik ben net klaar. Katten hebben ook net lekker gegeten, maar nou ben ik het ook echt wel zat. Misschien was het beter geweest om te zeggen, ja, ik doe het niet. Maar ja, het moest ook gewoon weer gebeuren. Dus ik heb het nu in ieder geval allemaal wel weer klaar. Maar als ik van de week maar gewoon weer helemaal gewoon mezelf ben, dan gaat alles ook wel weer wat sneller. Maar ja, het ging gewoon niet zo snel als ik normaal gewend ben. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik heb een was aangezet, die zal straks ook wel klaar zijn, dus dat is ook wel weer lekker. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen, dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon goede tijden en help mijn man eens klussen.
Ik heb trouwens vorige week, volgens mij heb ik dat nog helemaal niet verteld. Was vorige week woensdag, geloof ik. Toen had ik ineens de stroom die uitviel. Ik schrok heel erg, want ik zat ineens helemaal in het donker. Dus ik ging naar mijn stoppenkast om te kijken of daar, zeg maar, die dingen naar beneden waren. Die schuifjes, maar dat was niet zo. Dat was gewoon echt een storing. En nou, ik weet niet precies hoe lang het heeft geduurd, maar best wel eventjes. En gelukkig later deed hij het weer, want ik wilde ook gaan douchen. Ik dacht, ja, ik kan ook niet douchen zonder licht. Want dat is natuurlijk, ja, dat wordt een beetje lastig. Maar gelukkig was het op een gegeven moment alweer opgelost, dus dat was wel fijn. Nou, verder vanavond ga ik nog eventjes lekker verder met Disney Dreamlight Valley. En ga ik de video van morgen in elkaar zetten en daar een thumbnail bij maken. Een blogpost schrijven en dan ga ik daarna een Netflix serie kijken. En dan nog even de serie op Videoland. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Dan denk ik dat ik wel weer snel in slaap ben. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus bij deze zal ik dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 30 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik ben alleen mijn concealer vergeten. Maar ik keek in de spiegel en ik dacht, ach, het kan wel. Het is niet heel erg. Ik heb het koud. Het is wel 10 graden buiten. Dus het is eigenlijk niet extreem koud. Maar er is best wel een beetje wind. Dus dat maakt het gewoon fris. Nou, ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken. Daarna Help Mijn Man Is Klusser. Was wel weer, op zich ook wel weer een mooie uitzending. Ondanks dat het wel allemaal wat anders is, zeg maar, gaat het op zich prima. Muis die is heel erg weer aan het ruiken en aan het doen. Doe eens niet, muis. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ik ben even verder gegaan met Disney Dreamlight Valley, dus dat was wel leuk. En daarna heb ik mijn video in elkaar gezet. Die staat ook al online en even thumbnail gemaakt. Mijn blogpost geschreven, ging eigenlijk allemaal prima. Ik had ook een nieuw persbericht binnen van Cartrice. Daar ben ik al even mee aan de gang gegaan. Toen ben ik lekker de serie Paranoid gaan kijken op Netflix. Ik vind het zelf wel een hele leuke serie. Ik kwam er dus later achter. Dat had ik dus eerst niet door. Maar ik zag toevallig staan dat een van deze spelers, deze serie is al wel wat ouder, die zat dus ook in Fool Me Once. Dus dat was wel grappig. En nu herken ik hem ook wel. Maar ik moest even heel goed kijken. En daarna weer Juliette. En dat vind ik ook echt wel een hele goede serie. Ik ben ook benieuwd of daar ook nog weer een ander seizoen van komt. Ik weet niet hoe oud dit is. Want ik ga ervan uit dat het eerst in België is uitgezonden. En dat het daarna naar Videoland is gekomen. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb ik nog even mijn boek gelezen. Dat is verder allemaal prima. Ik verwacht nog een pakketje, maar ik weet niet hoe laat die komt. Dus ik weet niet of ik die vandaag laat zien of dat het in de volgende vlog komt. Dan moet ik eventjes kijken hoe dat loopt. Ik ga nu zometeen eerst eventjes stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik een video opnemen voor zaterdag. En dan ga ik lekker even diamond painten, even wat was naar boven brengen. Ik heb net eerst een beetje mijn kaptafel leeggemaakt, want dat was ook weer een beetje een ontploft boel geworden. Dus dat heb ik ook al even gedaan. Dus dat is verder prima. Dus dat is voor vandaag de planning. Verder eigenlijk ook niet heel veel gebeurd of nieuws te vertellen. Dus ik hou het gewoon een beetje kort. Dus ik ga dat nu eventjes doen en dan ga ik de video opnemen. Ik heb net een pakketje binnengekregen van de Bougie Shop. En dit is alweer een nieuwe collectie van Cartrice. Die is dus echt letterlijk gisteren gelanceerd. En het is een Valentijnscollectie. Dus ik heb hem gelijk besteld, want ik zat er al op te wachten. Ik zal jullie even laten zien welke producten hierin zitten. Ik heb hier allereerst de Full Shine Lipstick in de C03 Heartbreaker. Die heeft dus zo'n kleurtje. Ik laat hem even dicht zitten, want ik ga er een uitgebreide video over opnemen. Dan kun je hem echt goed zien. Met een heel leuk hartje ook op de voorkant. Dan hebben we ook Liquid Lipsticks. Dat ben ik zelf ook altijd heel dol op. En dit is de kleur C01 Single. En die heeft dus ook een heel leuk hartje op de bovenkant. En dat is deze kleur. Dan nog een lipstick. Dit is de C02 In A Heartbeat. Die heeft dus zo'n kleurtje. Nog een liquid lipstick in de kleur C03 Teken. Dat is een beetje een roze-achtige kleur.
de laatste lipstick in de kleur C01 Hard On. Beetje roze-achtig. En nog zo'n lipstick. En dit is de kleur C01. Nee, C02. Married. Deze kleur. Kijk hoor. Het was best wel een grote collectie. Dan hebben we drie nagellakjes. Dat zijn deze. Dit is een roze kleur. Die heeft de naam C01 No One's Love. Dan hebben we een heel licht roze kleurtje. Dit is de C02 Crazy in Love. Deze collectie komt uiteraard ook gewoon in de schappen te liggen hoor, in de winkel. Maar ik vind het altijd fijn om het op voorhand te kopen. En deze hele leuke glitterrode nagellak in C03 Love Game. Beetje Lady Gaga-achtig vind ik het, die namen. Dan hebben we twee blushjes. Die zijn ook echt heel erg groot. Dat zijn deze. En die hebben dus ook een heel erg leuk hartje aan de bovenkant. Dit is de C02 Show Me Love. Ik zal hier wel even een plaatje van in beeld zetten hoe dat dan met het hartje eruit ziet. Want alles zit nu nog dicht. Dat is deze. En de C01 Love Expression. Dat is deze. En het laatste wat ik heb, dat is de highlighter. En dat vind ik wel echt het pronkstuk ook uit de collectie met dat grote hart. En dat is de C01 Stole My Heart. Ook deze zit denk ik nog helemaal dicht. Ja, ik krijg het nu gewoon even niet zo makkelijk open. Maar er komen dus echt nogmaals. Ik ga het allemaal in de video laten zien. Maar dit is in ieder geval de collectie die momenteel bij de Bougie Shop dus te koop is. Ik weet niet in hoeverre alles er nog is, want het gaat altijd heel hard. Maar hij komt ook gewoon echt in de winkels. Dus dat was even die collectie die ik al had besteld. Dus die ga ik nu gelijk even boven neerzetten, zodat ik hem kan gaan verwerken met de foto's en alles. Alles is wel weer lekker gelukt. De video is opgenomen. Ik heb de spullen al opgeruimd. Ik heb eventjes wat kleding naar boven gebracht. Ik had even een koude rilling. Ik heb net eventjes lekker mijn joggingsbroek aangetrokken. Daar had ik zin in. Toen ben ik lekker aan die diamond painting begonnen. Nou, die heb ik volgende week wel af. Want het is echt nog maar een heel klein beetje. Maar ik moest even de blauwe steentjes bijvullen. Die waren op. Maar goed dat daar dus twee zakjes van bij zaten. Dus nou snapte ik hem ook wel helemaal. Maar ik vind het wel wat ingewikkelder hoor, die van de Vibra dan de andere. Maar goed, het komt allemaal ook wel weer goed. Dus dat is ook wel weer leuk. En dan ga ik gewoon kijken of ik die met z'n drieën kan inlijsten. Dus dat komt allemaal ook wel weer goed. Nu ga ik soms eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is weer tijd voor Goede Tijden en Married at First Sight. Ik ben wel weer benieuwd hoe dat verder gaat. Ik moet ook eventjes de camera opladen, want die is bijna leeg. Nou, verder ga ik de vlog afmaken. Ik denk nog even een spelletje doen en mijn foto's bewerken voor mijn blogpost van morgen.
ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna weer eventjes lekker Juliette. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Dus dat wordt verder ook de avond. Hier en daar wordt nog even wat nagesmikkeld van het eten, zie ik. Nou, helemaal prima. Ik ga bij deze dan ook gewoon de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!